Ik ben het zat. En wat ben ik dan precies zat? Ik ben excuusjes zat. En niet die van jou, nee, die van mezelf. Mijn eigen excuusjes. Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, is het hier de afgelopen maanden wel heel erg stil geweest. En dat komt dus door al die excuusjes. En die excuusjes zijn wel echte dingen, want ja, ik heb een nieuwe baan. Ik heb enorm veel tijd aan vrijwilligerswerk besteed. De oudste is naar de middelbare school gegaan, heeft wat begeleiding nodig gehad van ons. Ik heb echt serieuze computerproblemen gehad die nog steeds niet opgelost zijn. Waarschijnlijk vandaag wel. Let's hope so. Ik heb al weken kiespijn en ik kan volgende week eindelijk naar de tandarts om het te laten verhelpen. Dus ja, er zijn heel veel. En er zijn nog veel meer dingen die ik echt als excuus heb gebruikt en ook, nou, misschien vind jij wel, zou kunnen gebruiken. En dat laatste, daar zit er nou eigenlijk het probleem in. Want als je echt wil, dan heb je geen excuusjes. Dan zijn al die dingen er wel, maar ondanks dat maak je gewoon tijd vrij. Want ja, die computerproblemen, zou ik dan echt helemaal niks hebben kunnen plaatsen hier. Een filmpje gewoon met mijn mobiel gemaakt, niet geëdit wellicht, een live video. Foto's bewerkt met mijn mobiel en geplaatst. Het is allemaal mogelijk. En nee, het is misschien niet zo mooi als dat ik het zou doen wanneer ik het met mijn computer zou doen. Maar is dat nou uiteindelijk het ergste? Want het gaat toch om zichtbaarheid? Volgens mij heb ik het daar altijd over, zichtbaarheid. En ik ben nogal onzichtbaar geweest de laatste tijd. En het lastige met die excuses is, ik weet niet of je ze zelf wel eens gebruikt. Er zit aan de ene kant wat achter, want er is een reden waarom je toch niet datgene doet wat je zou willen doen. En die excuses dus gebruikt. Misschien vind je het eng. Misschien zie je het gewoon even niet meer. Misschien overvalt het je en denk je, ja, maar als nou echt mijn bedrijf heel erg hard gaat lopen, waar ga ik dan alle tijd vandaan halen? En hoe ga ik dat op alle andere vlakken allemaal doen? Dat zijn de redenen die erachter kunnen zitten. En nog veel meer natuurlijk. En daarnaast is het zo dat jouw excuusjes over het algemeen door iedereen geaccepteerd worden. Want ja, nou, je hebt het ook echt heel druk en je hebt veel pijn. Of mensen zijn vaak heel begripvol. Ik hoor dat heel vaak richting mij. Wat jij allemaal doet, nou knap hoor. Dus dan geeft mij reden om te denken, ja zie je, ik heb nu ook helemaal geen tijd om ook nog eens eventjes bedrijfsmatig wat erbij te doen. En feitelijk is dat dus gewoon niet waar. Want het heeft allemaal te maken met wat je echt wil, hoe je je tijd indeelt en hoe perfectionistisch je bent. Dus ik ga mijn excuusjes laten voor wat ze zijn en ik ga weer content maken. Ik ga weer zorgen dat jullie hier kunnen vinden waar je hiervoor komt. En dat zijn tips over zichtbaarheid. En ook zichtbaarheid heeft met excuusjes te maken. En ik ben heel benieuwd of jij die ook hebt. Of jij dat herkent. Of jij op het gebied van zichtbaarheid excuusjes hebt die je gebruikt om toch vooral maar niet online in die schijnwerpers te staan. Ik hoor het heel graag. En no more excuses.